We hebben ons bedrijf geassocieerd met een albatros. Waarschijnlijk niet een dier dat terug te vinden is in Artes. Maar een albatros is heel trouw aan zijn partner. Wij zijn ook echt dedicated aan IJmeren. Albatros is snel, wendbaar, is ook nodig in de co-making. Dat vinden we ook belangrijk. En daarnaast heeft hij een kleine aanloop nodig. Maar daarna gaat hij ontzettend ver en ontzettend snel. Co-making betekent voor mij vroegtijdig en intensief samenwerken aan één gemeenschappelijk doel. We willen allemaal hetzelfde. Door respectvol met elkaar om te gaan, denk ik dat we met elkaar echt een beter product gaan krijgen. Wij werken in co-making omdat dat ons beter maakt. We worden uitgedaagd om te verbeteren. We werken in de teams nauwgezet samen om die verbeteringen voor elkaar te krijgen. En voor mij persoonlijk, je hebt hier ook de mogelijkheid als team je eigen constant te verbeteren. Je gaat van project naar project. Wat je geleerd hebt in het vorige project neem je mee naar het volgende project. En op die manier ontstaat ook vertrouwen tussen mensen. Ik ben Sylvia van den Kamp, de nieuwe Henk. Wanneer is voor mij nou co-making een succes? Dat is als we eigenlijk hele mooie projecten realiseren in een hele goede samenwerking. Waarbij we met respect met elkaar omgaan, talenten gebruiken. Wel natuurlijk professioneel blijven, het slim organiseren. En waarom talenten gebruiken? Omdat je soms wel eens ook wel eens elkaars belangen moet dienen. Of voor het doel van het project iets voor elkaar moet krijgen. En hoe mooi is dat dan? Als je dan zegt, oké, dit is mijn taak. Maar jij bent daar zo goed in, wil je met me mee? Dan denk ik van, dan haal je het optimale uit de co-making. Proost op de samenwerking! Thank you.